Autocoureur Ricardo van der Ende heeft een spannend weekend achter de rug. Hij kon met zijn teammaatje Max Koebold op zijn thuiscircuit Zandvoort kampioen worden in de GT4-klasse. Op papier leek er geen veldje aan de lucht, zo zei hij na de kwalificatie. Het is het voorlaatste weekend. We hebben nog één wedstrijd hierna in Nürburgring in Duitsland. Maar we staan nu 92 punten voor op nummer 2. En met 4 wedstrijden kunnen we nog 100 punten scoren. Dus eigenlijk als onze grote concurrent die tweede staat, 1 keer derde wordt en de rest wint hij en wij vallen alles uit, zijn we nog steeds kampioen. Aan het begin van zaterdagavond was de eerste finale race. Ricardo vertrok vanaf pole position, maar na 2 rondes ging het helemaal mis. Ja, Maserati. Een Engelsman in een Italiaanse auto, die mist gewoon volledig zijn rempunt. Ik denk dat hij ergens op Monza zat of iets of wat dan ook, maar hier of niet op Zandvoort. En die joekelt hem ineens achterin. Van Dranden. Wow! Collision! It's a collision! You can see the lock-up coming and Van Dranden has gone around. He's got to try and get again. He's lost 2, 3, 4, 5, 6 places. He's lost a whole bunch of places. Ja, dan spin je. We konden gelukkig wel verder. We hadden niet te veel schade. We konden wel onze weg vervolgen. Ricardo van der Ende eindigt uiteindelijk als 9e en werd met Max Koebold kampioen. Voor mezelf persoonlijk titel nummer 22. Ja, die is gewoon in de pocket. En samen met Team Maker is gewoon de 6e keer in 11 jaar dat we kampioen worden. Dus een score van meer dan 50%. Ja, het komt er nu een beetje uit, maar het is gewoon mooi. Kampioen worden blijft mooi. Het is topsport en het is hard.